Plopsaland is al lang niet meer een pretpark voor alleen maar kinderen. Ze hadden hier al een supersplash, een starflyer en een loungecoaster. En nu ook een heftige houten achtbaan. Heidi the Ride. En ik ga het doen. Het is een familieattractie, maar hij gaat echt ontzettend hard. Is dat waar Plopsaland een beetje heen gaat? Hogere en heftigere attracties? Ja, maar ik zie heel veel kinderen hierin zitten van 6, 7, 8 jaar. En de kinderen van 6, 7, 8 jaar vragen dit al. Dus ik denk dat wij ons ook moeten aanpassen aan de kinderen die ook aan het veranderen zijn. De kinderen van vandaag zijn niet meer de kinderen van 20 jaar geleden. Ik zou die 20 jaar geleden nooit gedaan hebben. Maar vandaag vragen de kinderen van 6, 7 jaar zo'n attractie zoals dit. Ik voel hem wel echt vet. Het gaat wel echt knijzerhard. This is a family ride, but this is a thrill ride too. And you can get all the little children on, you can get grandma and grandpa, and even mom and dad. Even the teenagers are going to love this ride. It's going to disorient you. Because the ride, the way it's shaped and the way it's maneuvers throughout the ride, it's like a bobsled, and it fits perfect with Heidi because you're riding a sled. Ben je er zelf al een paar keer in geweest? Ja, ik heb hem al heel vaak geprobeerd. Ik heb hem voor de eerste keer een jaartje geleden gedaan, dus ik wist dat hij goed was. En vooral ook op het einde van de dag. Op het einde van de dag gaat hij beduidend sneller. En zeker in het laatste bakje kan ik toch wel verklappen dat je een wezenlijk verschil voelt. Ik heb hem nu 3 keer achter elkaar gedaan en ik vind hem echt super tof. Hij gaat heel snel en scherpe bochten en het is gewoon heel goed te doen. Jong en oud kan erin. In het begin maak je dus een hoge val, maar daarna blijft hij best wel laag bij de grond, waardoor hij best wel op snelheid blijft. Can you tell me something about the progress from your first drawings until this result? This ride was built similar to it in Orlando, Florida, in the United States. They liked the shape of that ride and we brought it here. We had to change it a little bit to fit this property, but it's similar to the one in Florida. Heidiland is nu voor iedereen geopend en er is veel meer te beleven dan alleen maar een houten achtbaan. Je hebt een draaimolen, er zijn winkeltjes en kraampjes en het allemaal in een Zwitserse stijl als een soort bergdorp. I think of this as a child and I'm always going to be available for this child. Het is opnieuw een pak van mijn hart dat eraf valt en op naar het volgende zou ik zeggen. Ja, vind ik ook. Ja, wat hij mij net vertelde is dat je gewoon even moet abonneren op ons YouTube-kanaal. Kost niks, is gratis, hartstikke leuk. Jij moet ook abonneren.